Bernard Bode, zondagmiddag, Juliana Park, cultuur borrelt. Wat is dat voor feest? Nou, het is gewoon een buurtfeest waar we gezellig muziek maken en een hapje en een drankje en de halve buurt uitloopt. Ja. Jullie doen 4 versies per jaar. Waarom 4? Omdat het 4 zondagen zomer is. En er is geld voor 4. En we doen er 4 en we doen er altijd 4. En we hebben er altijd 4 gedaan en we zullen altijd 4 blijven doen. Klavertje 4 is compleet. Even, wat biedt dat programma nou? Waar gaan de mensen dan naartoe? We gaan, meestal hebben we 3 hoofdacts. En daaromheen zijn een aantal kinderactiviteiten. En zo vullen we de middag met mooi weer af. Even over het publiek. Wat voor publiek komt hierop af? Buurtpubliek? Buurtpubliek, stadspubliek. En tegenwoordig ook mensen uit Amsterdam. En mensen komen eigenlijk overal vandaan. Maar het is toch hoofdzakelijk Schiedam-West. We drinken, doe ik als nooit in plek. Want hij boven water, ook al wordt het zwaar. Vechten tegen de stroom, je komt dan niet te veel. Nou is het een vrij intieme setting, hè? Hier in de kapel. Is er behoefte aan groei? Moeten er hier honderden, dan wel duizenden mensen naartoe komen? Nou, dat mag altijd, maar we zijn op alles voorbereid. Maar wij vinden het lekker om een klein festivalletje te zijn. En om een goed festivalletje te zijn. En dat te blijven. Groot geworden door klein te blijven. Even over de samenstelling van de artiesten. Het is altijd een zeer gemêleerd, dan wel gevarieerd programma. Wie zorgt daarvoor? Nou, dat doe ik. Dat doe ik zelf. En hoe doe je dat? Dat doe ik zelf in samenwerking met André Gauka en Yvonne Bastiaanse. Wij steken overal onze neus in en op en aan en we vinden overal van alles. En we vinden het ook leuk om van alles binnen te halen. Dus ja, zo werkt dat een beetje. We zijn natuurlijk het hele jaar bezig om te kijken, om onze acts uit te zoeken. Dat begint vaak al in februari. In februari komen de eerste mailtjes al van mogen wij ook optreden. En zo borrelt dat, zeg maar, ook al in februari, ook al zie je er nog niks van hier. Nou, vandaag de afsluiting. Betekent dat ook voor het bestuur vanavond een extra lange afsluiting met nog even het echte naborrelen? Ja, wij hebben een vrijwilligersafscheidsfeest vanavond vroeg. Eerst afbouwen hier en dan door naar
naar het eten met z'n allen. Nou, Bernard, veel plezier vanmiddag met alle mensen die komen kijken. En volgend jaar weer gewoon nieuwe vier klaarzetten. Ja, dat gaan we zeker doen.